bedankt voor het meerijden. Geen probleem. En half Fiat Abarth 500. Ja, maar dan de 595 variant. Je hebt de 500, 595, 695. Je hebt echt van alles. Dit is de 595. Zou de muziek wat zacht mogen? Ja, tuurlijk. Ja. Snap ik. Wow. Ja, niet verwacht van zo'n auto, eerlijk toegezegd. Ja, ik weet wel, het is een leuke bommetje en zo, maar dit heb ik niet verwacht. Ik zie hier even heel slecht weg. Ja, het is een heel leuk ding. Hij klinkt lekker, hij is lekker snel als het moet. Wat is de topsnelheid van dit? Ja, volgens papieren. Ik denk 2,35 volgens papieren. Dus 2,40 op tegger of zo. Ja, het was snel. Zeker. Mag de reden weten waarom u dit auto heeft gekozen in plaats van een andere auto? Nou ja, mijn ouders hebben het natuurlijk gekozen. Het is geen auto voor mij, dat zou natuurlijk absurd zijn. Maar ja, ze waren op zoek naar een cabrio voor lekker in de zomer. En nou ja, gewoon vier zits. Een beetje redelijk vermogen, redelijk geluid. En toen kwamen we uit op ons vorige Abarth. Dat was een witte. Dat was een 2013 model. Nou ja, dat was hartstikke leuk. We waren helemaal verliefd op die auto. En nou ja, uiteindelijk hebben we die dus, ging die weg. Om maar een andere te halen. En het moet natuurlijk weer een Abarth zijn. Ja. We vonden die andere Abarth zo gaaf. We dachten van nou, gaan we kijken voor een nieuwe. Zou de snelweg ook op kunnen of liever niet? Ja, kan wel. Alleen ik ga niet al te gek rijden natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik heb net mijn rijbewijs, dus... Oh ja, niet kwijtraak joh. Dus ik ga niet... Rij je ook heel vaak met dit of rijden liever je ouders? Ja, ik mag nog niet alleen rijden omdat ik 17 ben. Okay. Ik ben nog geen 18, dus ik rij eigenlijk altijd met mijn ouders. Maar als we rijden wel gewoon regelmatig met deze. En wat is 0 tot 100 van dit? Weet u dat ook? Deze, hoe die nu is, zal die rond de 6 seconden zitten. 6 seconden netjes. Ik heb een moeilijk vraagje. Vertel. Stel je voor, je moest dit auto verkopen en het moest Abarth zijn. Welke Abarth had u dan anders gekocht of iets anders? Naar mijn mening, puur omdat we gewoon op zoek waren naar een cabrio met vier stoelen. Maar als het nou echt niet om het geld zou gaan. Nee, niet om het geld. Dan wil een 695. Niet de Bipostal, die heeft maar twee stoelen namelijk. Ja. Maar een andere 695, Abarth weer. Dat zou dan wel echt, de dingen zijn echt bizar. Ja, klopt. En als het daar niet uitmaakt, dan de 695 Bipostal of een zo'n 124 Spider. 124 Spider, netjes. Zullen we er hier af gaan en weer omdraaien? Ja, kan. Ik weet niet hoe ver je wil gaan, maar ik weet niet hoe ik erachter eromheen moet. Ah ja, ik weet de weg wel. Je kan, als je hier vanaf gaat, weet ik niet terugweg, maar als je eentje daarover... Daar verderop gaat, dan weet ik wel terug. Gaan we eentje verder. En wat is de topsnelheid waarmee jij hier hebt gereden? Niet je auto's, maar echt jij. Ik? Niet hard. Ik denk gewoon 110 of zo. Zal ik heel eerlijk zijn. Oké. Okay. Ik heb echt niet hard gereden met mijn ouders. Absoluut niet. Ja, dat doe je ook nog liever niet, hè? Nee, ik moet hem eerst onder controle hebben natuurlijk. We hebben deze auto nog niet heel lang. Eén dag om precies te zijn. Eén dag? Ja. Oh. Dus ja, ik ga ook nog niet al te gek rijden natuurlijk. En ik moet nog allemaal onder controle krijgen. Ja, je wilt hem natuurlijk ook heel houden. Ja, hier eraf zei je? Ja.
grootste liefde van jou over dit auto, van 1 tot met 100? Nou ja, het ding is, ik had natuurlijk, omdat ik heb 4 maanden geleden mijn rijbewijs gehad. Toen hadden we die vorige Abarth van ons. En dat is ook de eerste auto waarin ik zeg maar veel heb gereden. En gewoon waar ik de allereerste meters in heb gemaakt toen ik mijn rijbewijs had. Ja. Dus nou ja, voor die auto had ik sowieso wel gewoon aan de plekje in mijn hart. Nou ja, dit is natuurlijk echt next level vergeleken met die. Maar als jij een auto zou kopen, zou het denk ik Abarth worden, tuurlijk. Nou, als ik nu als eerste auto een auto zou kopen, zou het geen Abarth worden. Zou het lekker een of ander heel oud dingetje worden. Lekker goedkoop. Zoals? Ik niet. Zou ik echt niet weten. Is toch niet bekend. Een oud Renaultje, een oude Volkswagen ofzo. En wat is jouw echt de auto wat je echt later wilt hebben? Vergeet die geld gewoon echt auto wat je later wilt hebben. C63 W204. Nee. 2008 tot 2012 model. Dat is echt, dat is wel echt een, nou ja, ik zou niet zeggen realistisch, het is natuurlijk duur, maar dat is een realistische droomauto. Niet een Bugatti Chiron. Ja. Zo, dat is natuurlijk... echt wat je zelf iets... echt liever wilt hebben. Ja, ja. En als we echt gek gaan kijken, ja, dan gewoon een Koenigsegg Camaro of zo. Ja, er zijn ook maar een paar van op de wereld, hè? Daarom, dat is niet te doen. Dat gaat hem ook nooit worden natuurlijk. Maar als ik echt gek moet gaan kiezen, dan nou, dan niet nooit zeggen. Als nee, je echt... precies, maar de kans is vrij klein. Ja, dat zou ik zeggen. Geel past ook op zo'n Abarth. Normaal als ik een Abarth zie is het gewoon wit, zwart. Maar dit is echt de tweede keer dat ik in mijn geel zie. Ook een leuke knetters. Ja. Wat voor uitlaatsysteem heeft dit? Bombardon 2.0. Die ken ik niet eens. Het is een vrij nieuwe. Ja. Uitlaat van Magneti Marelli. Ja. En die hebben hem de Bombardon genoemd. Kan je waarschijnlijk zelf wel invullen waarom? Ja, Bombardon, omdat het bij zo'n bommetje past. Ja, en omdat hij gewoon heel erg knalt. Want als je boven de 4000 toeren gas loslaat, dan knalt hij heel hard. PK heeft dit auto? 210 pk. 210, oké. Okay. En newtonmeter, weet u dat ook? Nee, maar 365, 370 zoiets. Netjes. Ja, echt een sportief klein familieauto, zou ik zeggen. Oh, die knetters ook. Weet je ook nog van plan om iets aan de auto te veranderen? Er komt een stickertje op de motorkap, verder niet. Gewoon standaard houden, ja, hoe jullie hebben verder, gekocht. Gewoon zo laten. Het liefst origineel mogelijk verder te laten, niet te veel aan doen. Oké. Okay.